Versus nemen Emma, Raisha, Jesse en Joelle tegen elkaar op in de meest extreme challenges. Maar welke twee presentatoren gaan deze aflevering de strijd met elkaar aan? Dat bepaalt de winnaar van de eerste challenge. Het idee is dat we ons de beurten horden gaan lopen. Het gaat erom wie het snelste het parcours aflegt. Maar let op, wanneer je een horde omstoot, moet je opnieuw beginnen. Ben ik er nog in? Stop de tijd! Lekker gewerkt, Joël. De time to beat is 56 seconden. Zo doen we dat. 3! Ik ga die jongens even laten zien hoe het moet. Go! Oh. Auw! Dit is toch kattenpis. Dit doen we wel even. Oké. Kijk, in principe heb ik best lange benen, dus dat moet wel goed komen. Spring, jongen! Oké, daar! Oh, ja toch! Hoge sprong. Ik wil niet meer. Waar moet ik? Oh. Ik heb mezelf echt overschat. Ja, dit staat lekker. Nee! Oké. Okay. Oei! Ja! Oké, okay dan. Ja, ja yes. Toch! Ja, toch! Ja, ja! 1, 2... Doe het! Hup. Ja, toch! Ja. Ja, toch! Okay. Zie! Ja, toch. Oké, okay, klein stapje. Oh. Yeah. Oh. Jesse, Emma en Raisha hebben hun best gedaan. Maar hebben de tijd van Joël niet kunnen verslaan. Voor de volgende uitdaging moet je één ding weten. Het draait allemaal om eten. Nu is natuurlijk de vraag, wie neem je mee? Want dit wordt een duizelingwekkend diner. Oeh, duizelig en diner? Hè? Hou jij van eten? Ja, ik hou van eten. Lekkere eten. Ik zie wel voor jou, man. Jullie hebben je eigen challenge gevonden. Ja, ik voel jouw energie ook wel. Dus zullen we dit samen doen, gewoon dan? Ik hou wel van voeten. Maar dat duizelingwekkende gedeelte, daar ben ik nog een beetje... Er zit sowieso een addertje onder het gas. Ja, dus okay. Neem deze lekker. Nee, wacht. Gaan wij wel langs de drive. Ja. Ik vind hem wel tricky. Ga gewoon doen. Zeg zo. Het wordt inderdaad een onvergetelijk diner. Bon appetit, vrienden. Oh, nee, kijk naar het glas. Misschien zit er bloed in of zo. Kotje snel. Als iets echt vies is, ja. Nou. Maar fancy date, hoor. Leuk. Ik ben niet ready. Ik zeg jullie echt straight up. Ik ben gewoon bang. Voor jullie ligt een heerlijk plakje leverworst, gemaakt van kaalslever en de Franse epossuesses. Kaas? Wat zeg je al? Ik weet niet, ik heb niks verstaan wat je zegt. Ik hoor je wel met verstaan. Broer, Franse kaas. De geur van deze kaas is zo sterk dat er in Frankrijk een verbod is op het vervoeren van deze kaas in het openbaar vervoer. Nooit. Maar het schijnt erg te smaken. Enjoy. Ik ben helemaal shaky, man. Ik vind het spannend. Oké, 3, 2, 1. Voilà. Ik ben niet een voorstander van zeggen dat eten stinkt. Want er zijn mensen op de wereld die helemaal geen eten hebben, maar yo. Dit stinkt! Oh my god. Kattenvoer. Gewoon alsof je een blikje kattenvoer openmaakt en... Dit gaat echt een zware challenge worden voor mij. Hé, hey, ga niet kotsen, broer. Ik heb nog nooit in mijn leven zoiets geroken. Nog nooit. Oké, we gaan gewoon voor het kaasje eerst, want die lever vind ik heel intens. Oké. En? Ik kan het niet doorlikken. Yo, waarom eet je dit? Yes, ja. Hey, erg walgelijk, man. Erg walgelijk. Wauw. Hij trilt helemaal. Ik heb het oog gelicht. Ja?
Laat me die volgende kaart oplezen. Nu jullie het voorgerecht hebben, is het tijd voor het hoofdgerecht. Oh, dit was het voorgerecht. Oh, open het gordijn en bon appétit. Oh nee, er komt nog meer. Dat klopt, Raisha. Jullie worden één voor één vastgemaakt aan het rad. De kleur bepaalt wat jullie moeten eten. Groen is te doen, geel is goor en rood is ronduit ranzig. Degene die de meeste rondes overleeft, is de winnaar van deze challenge. Ik vind dit marteling eigenlijk, hè? Dit is low-key marteling. There's no way home, dus laat het gewoon doen en just get over with. You got it. Oh, I feel terrible. Als ik mezelf niet kan calculeren waar ik ben of zo, wow, dan word ik heel misselijk. Okay, dan. Are you ready? Wow. Wow. Nee, dit is niet boom. Dit is niet boom. What's up? Zeg maar nog twee rondjes. Oh my days. Wow. Stop eens even. Oh my. Het ziet er niet zo goed uit. Niet rood. Niet op groen, maar op geel. Dit komt goed, 100%. Geen stress. Spannend. Als baby vond je dit eten heerlijk. Maar of dat nu nog zo zou zijn... Oh nee, please, niet die dingo. Oeh. Ik wist dus dingo. Babyvoeding. Hij is ook echt vreselijk neergezet. Gadverdamme. Dit is echt niet met liefde geserveerd, nee, toch? Gadverdamme, man. Dit is gewoon... Eet het. Een beetje bitter. Ja? Dit is niet zo heftig als hij. Hij is niet super gek. Twee happen voor jou. Oké dan. Oké dan, nu ben ik. Ik ben niet aan de boord. Oeh. Ja. Stevig, hè? Yeah. Als ik hier uitval, dan is dit jouw schuld. Nee, not toch. Het is niet mijn schuld. Piratti! Joël heeft letterlijk de touwtjes in handen en ik hou er niet zo van. Oké, there we go. Ik vind dat rad zo spannend. Dus ik dacht, laat me gewoon een beetje zingen. Raisha, rustig blij. En dat was 1 en nu 2. Zo raak ik een beetje afgeleid, weet je. Dan heb je niet door dat je ondersteboven hangt. Hoeveel? Stop. Oh, oeh. Oh, nee. Ik ben geland op geel. Geel, alsjeblieft, wees mijn vriend. Ik ga hem eraf halen, ja? Het kan voor alles zijn. Oké. Oh, wow. Wat is dit? Hey, lekker kontgat. Volgens mij zijn dat slakken. Ik denk champignons. Ja, hou dat in gedachten, please. Dat lust ik wel. Het was echt wel slak. En ik zag het meteen. Want zeg maar, ik zag meteen dat die huisje van hun erop was gehaald, zeg maar. Of is het slak? Champignons. Is dit slak? Nee, toch? Oeh, wat is dit? Wat staat er op het kaartje? Escargots eten klinkt toch wel iets smakelijker dan slakken eten. Oh! Desalniettemin vinden vele mensen over de wereld dat het een heerlijk gerecht dat ook nog eens gezond en voedzaam is. Slakken. Wie eet dat? Ja, Franse mensen en zo. Maar wie eet dat? Jesus Christus. Vandaag ga ik winnen, dus... Die spirit heb ik nog steeds in mijn lichaam. Ik pak die vork. Ik pik er 2 op die vork. Niet 1, direct 2. En ik doe ze in mijn mond. Heb je dit echt gedaan? Kauwen. Op een gegeven moment voel ik iets loskomen of zo. Soldaat. Oh, koffiemond niet te zien. Ik wil gewoon niet verliezen, dus ik spuug een beetje uit. En de rest kauwen. Ik ga haar doorknikken. Oh my days. Maar ik heb gewoon even nodig. Hey, dit was echt heel intens. Je hebt Gerrit gegeten. Dan nu ben jij weer aan de beurt. Ben je ready voor deze? Of course nog. Oh my days. Oh! Ik focus mij zo min mogelijk op de kleur rood. Oh, wow. Ik denk gewoon geel-groen. Nee, niet hier stoppen! Ga een beetje door. Dit is niet boom. Dit is niet boom. Welke kleur hoop je? Groen. Nee, fout. Oké. Geel. Nice. Oké, wat doen we? Ik kan daar met tandpasta. Ik wil niks horen, hè? Oh.
Ik wil niks horen. Ik had wel een groter hapje van die frikandel genomen. Goed weer tandenpasta. Ik kou het. Het lukt me niet om het door te slikken. En ik denk, weet je wat? Ik ga het wegspoelen met wat het ook is. Als ik vandaag diarree krijg, hè? Hey, die voel ik ook wel echt aankomen. Police, wie op aarde in Nederland heeft ooit frikandel met tandpasta gechapt? Ik vind het wel echt... Eigenlijk heb je verloren, want je hebt het uitgespuugd. Vind je een gezellige guy. Mm-hmm. En ik wil nog niet dat die gimma is afgelopen. Mm-hmm. Dus we gaan door. Ja, toch? Ja. Dus zeg maar, vanaf nu gaan we elkaar niet meer matsen dan? Nee, vanaf nu is het echt eten. Oké. Okay. Je hebt geluk. Wat is het? Geel. Oh, geel. Maar geel is niet geluk. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Smakelijk. Oh my god. Hey, bro. Dit is geel? Oh. Echt, broeia. Wat zit er dan bij rood? Mm. Kijk wat ik zie. Oh, hij is wel echt goed gevuld. Mm. Het is een glasvla met meelwormen. Omdat ik weet dat het meelwormen zijn, vind ik het vies. Oh mijn god, man. Ik sta met 2 spierballen in de race. Ik ga er gewoon een hap van nemen. Het kouwen gaat eerst, want je proeft natuurlijk eerst al het vla. Vla is lekker. Maar op een gegeven moment is het vla weg en dan heb je een mond vol met meelwormen. En dat was echt... Jesus. Kijk. Nee. Ik heb het elke keer. Je hebt dit. Jezus. Jij bent echt een soldaat. Ik zweer het je. Sterk. Ben je er klaar voor? Ja. Oké dan. Let's go. Mogen rondje gaan mij laten draaien dan? Ik voel me ook wel een beetje zo iemand die op de kermis staat, weet je? Iemand die de knoppen bedient. Oké, okay, let's go. Handjes omhoog. 3. Bemisselijk. Adem even. Joël is zo misselijk dat hij amper doorheeft dat hij op het gevreesde rode vlak terecht is gekomen. Als je zeg maar ready bent, dan maak ik je los. Het ziet eruit alsof je nog wel even nodig hebt. Toen werd ik misselijk, licht in mijn hoofd, alles. Je oké? Ik ben lukt nu. Ik ga naar huis. Rood. Ik denk wel dat rood heftig gaat zijn. Oké. Een koeientong. Het klinkt misschien gek, maar dit malse stukje vlees wordt gezien als een echte delicatesse. In de supermarkt kun je ze zelf kopen als beleg voor op je boterham. Eeuw. Wacht, die hebben mensen? Ah. Dit is gewoon gehakt uit de mond van een dier. Intens. Oh, lukt wel. Hele grote tong. En ik heb echt grote tongen. Neem een hapje dan. Ben je gek? Gaat het niet doen? Ik ga het echt niet doen. 100% van mijn 1000ste leven niet. Mij niet gezien. Ah. Je hebt gewonnen. Nooit van mij. Oh mijn god. Ga je het echt niet doen? Ik ga het echt niet doen. 100% niet. 100.000 miljoen. Ook niet het puntje van de tong? Nee. Niks. Zeker? Gefeliciteerd. Joël geeft op en gaat van tafel. Dat betekent dat Raisha de winnaar is van deze challenge. De meelwormen waren niet voor niks, maar vooral de slakken. De slakken waren niet voor niks. Was allemaal voor een better purpose. Another win in the pocket.